De NVEBS had afgelopen weekend veel storingen in het EPAR-netwerk, veroorzaakt door extreme regen en harde wind. Dit leidde tot stroomuitval in verschillende gebieden. Ondanks de vakbondsacties werkt de EBS hard aan herstel, hoewel veiligheidsprotocollen werkzaamheden tijdens regen en onweer verbieden. De stroomtoevoer is inmiddels hersteld in delen van Paramaribo, Wanica, Saramaca, Para, Kommewijnen en Brokopondo. De EBS blijft alert en werkt aan snelle oplossingen voor de storingen. Minister Albert Ramdien opende op 16 mei de viering van 45 jaar bilaterale relaties tussen Suriname en Cuba. Hij benadrukte de vruchtbare samenwerking op gebieden als onderwijs, landbouw en gezondheidszorg en prees de rol van Fly Always in het verbeteren van de connectiviteit. De Cubaanse ambassadeur, Fakri Rodriguez, benadrukte de historische en politieke betekenis van de relaties sinds 1979. In mei vinden diverse activiteiten plaats in Suriname om deze mijlpaal te herdenken. Het Openbaar Ministerie van Suriname heeft op 16 mei 2024 opnieuw een illegale landingsbaan in Afanafero onklaar gemaakt. Deze landingsbaan was eerder, op 1 december 2022, al onklaar gemaakt, maar werd recent weer voor illegale landingen gebruikt. Het justitieel interventieteam en het Nationaal Leger voerden de actie uit. Het OM streeft ernaar alle illegale landingsbanen te vernietigen.